Goedenavond, dames en heren. Vanavond ga ik het gezin uitleggen: man, vrouw, kind. Gezin, gij zijt één. Gezinnen, gij zijt één. Gezin. Man, vrouw, vrouw. Beginnen met de vrouw. Vrouw. Ja? Vrouw, als we in de oude ridderromans kijken en als we in de oude boeken kijken, staat er vrouwe. Vrouwe, mijn vrouwe. Voor uwe. Voor uwe. En dan komt man, dames en heren. Man. Mannen zijn altijd nodig waar werk is. En de baas komt en die zegt, jij en jij en jij, drie man. Ik heb drie man nodig. Drie mee aan. Vijf mee aan. 1, 2, 3, 4. Vijf mee aan. Vijf mee aan. Vijf man. Vijf mee aan. Acht mee aan. 1, 2, 3. Acht mee aan. Mannen, acht mee aan. Kom op, we beginnen. Hup, aan het werk. Kind, dames en heren. Weer hier een woord, kind. Hier valt de L weg. Want in dialect is het klinderen, kleinderen. Dus kleindere, kleindere. En in het Engels is het nog erger. Daar spreekt men de N niet meer uit. En is het kids. Zo erg. En dat hoor ik hier al heel vaak in Nederland. Kids in plaats van kinderen. Dames en heren, die taal is helemaal verbasterd. Woordenboeken, hou ermee op en ga uit van de spreektaal. Dat is het verhaal van vandaag. Goedenavond samen.